Horeca probeert personeel terug te lokken met extraatjes, zoals een masseur. Een drukke dag, ga maar even zitten buiten om je pauze. 20 minuutjes masseren, drink even wat en we gaan er weer lekker tegenaan. En verder in het nieuws vandaag. Angst voor hardrijders in Sluiskil. En boot prima alternatief voor optredens. Goedenavond. Werken van 9 tot 5. Minder werkdruk en makkelijker vakantie kunnen krijgen in de zomer. Het klonk veel horecapersoneel het afgelopen jaar als muziek in de oren. En koos daarom voor een baan buiten de horeca. Met een nog groter tekort aan horecapersoneel als gevolg. De hoogste tijd om het tijd te keren, vinden betrokkenen. Want toeristisch Zeeland kan niet zonder horecapersoneel. Natuurlijk zijn horecabedrijven en onze sector is ook een tijdje dicht geweest. Niet iedereen heeft zijn mensen kunnen vasthouden. Ja, en sommige mensen zijn naar andere sectoren gemoeten daardoor. Ja, sommige mensen zijn blijven hangen in andere sectoren. 1 op de 5 horecawerknemers is vertrokken naar een andere sector. Vooral de zorg heeft horecapersoneel overgenomen. Om een baan in de horeca weer aantrekkelijk te maken, moet het slechte imago eerst worden verbeterd. Als je het over de horecawerk hebt, dan gaat het altijd over lange dagen, slechte lonen. Dat je altijd moet werken wanneer je vrienden vrij zijn. Nooit in de zomer vakantie kunnen hebben, dat soort dingen. Dat is het imago wat we natuurlijk al jaren hebben. En wat ik denk dat eigenlijk ook wel redelijk achterhaald is, omdat dat vaak ook niet eens meer het geval is. Althans, wij zijn al jaren voor aan het knokken om dat in ieder geval anders te doen. Het belangrijkste vindt Van Vliet dat zijn personeel het naar hun zin heeft op het werk. Daarom biedt hij ze extra ontspanningsmomenten aan. Met Giovanni hebben we om de week een masseur op het terras staan. Ja. We zien het als topsport, ja, dan moeten we ook een topsportklimaat kunnen bieden aan de mensen. Een drukke dag, ga maar even zitten buiten om je pauze. 20 minuutjes masseren, drink even wat en we gaan er weer lekker tegenaan. Het kenniscentrum Kusttoerisme wil dit soort regelingen ook vastleggen met andere horecaondernemers in het hospitalitypact. Ja, het hospitalitypact is echt bedoeld om te komen tot een duurzame manier van omgaan tussen werknemers en werkgevers. We gaan met z'n allen aan dat imago werken. Maar we gaan ook beter samenwerken met het onderwijs. Praktijkroutes van het mbo bijvoorbeeld. Maar je kan ook denken aan meer maatwerk. Bijvoorbeeld dat je meer zegt van nou oké, je hoeft niet meer alle weekenden te werken. Maar we gaan ook wisselen. Zo'n beleid is volgens Van Vliet nodig om de horecabranche te redden. 2 vrije dagen zijn heilig. Een dag in het weekend is heilig. Allemaal dat soort dingen, die moeten we echt wel... Ik zou dat wel echt hard durven maken in de CEO. Als je die dingen niet hard gaat benoemen en daar niet echt een statement over gaat maken... Ja, dan ga je nooit dat charme-offensief creëren dat het echt weer aantrekkelijk wordt om in deze branche te komen. In oktober komen betrokken partijen bij elkaar om de eerste stappen te maken in het hospitalitypact. De politie waarschuwt de eigenaren van elektrische stepjes. De meeste van de populaire stepjes zijn namelijk niet gekeurd en mogen de weg niet op. Maar verkopers vertellen dat er vaak niet bij. Op je eigen terrein mag je er wel mee rijden. Maar ja, dat wordt er vaak niet bij verteld. En dan koop je zo'n ding, denk je dat je op de weg mag. En dan loop je tegen een boete aan. Goedgekeurde stepjes hebben een sticker en een blauw verzekeringsplaatje. Wilfried Tieleman uit Sluiskil is het zat. Automobilisten die te hard door zijn buurt rijden. 30 km per uur is daar het maximum. Maar volgens Tieleman zijn er veel te veel mensen die zich daar niet aan houden. Hij maakt zich zorgen over de veiligheid van de spelende kinderen in de buurt en die van honden en katten. Het moet afgelopen zijn aan de gemeente. De gemeente moet op zich met de politie samen heel goed eens na gaan denken waar ze mee bezig zijn. Want ik vind gewoon, je pakt op een zeker moment een auto als wapen. En je weet dat je maar 30 kilometer mag rijden. En je weet dat er ook kinderen zijn die spelenderwijs achter een bal kunnen lopen of wat dan ook. In een vrachtwagen in Vlissingen-Oost zijn vanmorgen 3 verstekelingen gevonden. Het gaat om 2 mannen en een vrouw. De politie vermoedt dat het om vluchtelingen gaat. Het drietal werd opgemerkt door een beveiliger van het terrein en die schakelde de politie in. Het is nog niet bekend waar de verstekelingen vandaan komen en waar ze naartoe op weg waren. De verstekelingen zijn overgedragen aan de vreemdelingenpolitie. 2 zespunters, Pim. Ja. En 4 vierpunters, zwarte. Ja. Goed tellen en dan met Lego-blokje voor Lego-blokje opbouwen... totdat het gebouw dat gemaakt moet worden af is. Dit keer is in het Stadhuismuseum in Zierikzee gekozen voor de Zuidhavenpoort in de stad.
Vorig jaar hadden we de Sint-Nieuwsmonster-toren, zoals die geweest zou zijn als die afgebouwd was. Dus een hele hoge. En de Zuidhavenpoort is eigenlijk nou bijna het bekendste monument van Zierikzee. Elke dag kunnen steeds weer andere kinderen onder begeleiding van de volwassenen bouwen aan het miniatuurgebouw. En speel je vaak met Lego? Nee, niet meer. Vind je het wel leuk om dit te doen? Jawel. De kinderen doen er ongeveer 2 weken over en dan ziet de Zuidhavenpoort er zo uit. René Geelhoed wilde wel eens optreden met zijn nieuwe bandje, maar door de coronamaatregelen lukte dat maar niet. Tot hij bedacht dat hij ook de boot van zijn vader kon lenen en die als podium kon gebruiken. Het leek mij een ontzettend mooie combinatie om zowel natuur, cultuur als muziek samen te brengen. En mijn vader had toch een zeilboot. Ik heb hem eens even lief aangekeken en toen konden we lekker gaan varen. En nu treedt hij op voor de passanten die met hun boot aan een van de eilanden liggen in het Grevelingenmeer. Het is gewoon een hele mooie nieuwe manier van muziek maken. En vanaf een boot, het heeft ook al een beetje iets van Radio Veronica, weet je, eind jaren 70. En de band geeft morgen een laatste concert, op de boot dan toch, en dat is in de haven van Bommeneden. Wie denkt dat de Partij voor de Dieren zich maar met één onderwerp bezighoudt, heeft het mis. Statenlid Trace Janssen zit nu 2 jaar voor de partij in Provinciale Staten. 2 jaar waarin ze zich als eenmansfractie op meer richten dan alleen dierenwelzijn. En niet zonder succes. Zo, gaan we naar buiten? Trace Janssens van Partij voor de Dieren is sinds maart 2019 statenlid. Als eenmansfractie in de Provinciale Staten van 39 zetels is dat flink aanpoten. Na ruim 2 jaar maakt ze de balans op. Nou, het is hard werken om te beginnen. Ik wist het wel dat het veel was. Dus ik had het wel zo georganiseerd dat ik er veel tijd voor vrij kon maken. Het is ook leuk. Het is heel interessant. Ik heb ontzettend veel geleerd in die afgelopen 2 jaar. Over Zeeland en over allerlei onderwerpen die spelen in het nieuws, ook in het Zeeuwse nieuws. En ja, in de politiek dus. En dat gaat over veel meer dan alleen dieren. De drive om die partij op te richten was wel dierenwelzijn. Maar er kwam al heel gauw bij dat het alles te maken heeft ook met natuur. En de zorg voor ons milieu heeft ook heel veel aandacht nodig. En er zitten relaties tussen al die zaken. Dat we met intensieve veehouderij ook de natuur aan het vernietigen zijn. Dat het te maken heeft met ontbossing, met broeikasgassen, met klimaatverandering. De inzet van de politica werpt zo vruchten af. Zo werd er tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces nog een motie aangenomen. Trace Janssens wil namelijk meer gratis watertappunten op plekken waar veel mensen komen met de fiets of openbaar vervoer. En natuurlijk moet dat uitgezocht worden. Hè? Van kan het overal, wat kost dat en hoe gaan we dat realiseren? Maar de motie is aangenomen, dus in principe wordt daar zeer serieus naar gekeken. En wat voor gevoel geeft u dat dan? Nou, dat is een hartstikke leuk gevoel. Ja, dat geeft wel energie. Dat je denkt van ja, ik zit hier toch niet voor niks. Want op dit moment is het zo, van de afgelopen 2 jaar heeft 50% van wat ik heb ingediend heeft het gehaald. Nou, en dat is dan toch je motivatie om door te gaan. Want stel je voor, nou ja, als je niks of bijna niks haalt, dan denk je misschien van waarom doe ik al die moeite? Ondanks de slechtere voorspelling was het al met al een redelijke zomerdag met zon, soms wat wolken en maximaal 23 graden. En dan misschien wel het belangrijkste, het weekendweer. Veel zon en soms een wolk en op zondag aan het einde van de dag wel kans op wat regen. En dat bij maximaal van 22 graden. Dat morgen en overmorgen pas. Voor nu nog een fijne avond, een goed weekend en tot morgen.